Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag 31 juli 2009. Ja, het is nu bijna iets. Even kijken. Wacht even, dames, wachten. Het is nu 9:15. Dus ik moet even opschieten. Want wij moeten Blue vandaag wegbrengen. Dus, en het onweer, wat jullie dus al op de achtergrond kunnen horen. Maar dan mag de pret niet drukken. Wij gaan vandaag lekker weg. Ja, naar het drielandenpunt. Dus we nemen jullie gewoon gezellig mee. Ja, maar we gaan zo eerst Blue wegbrengen. En dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Oh ja, en zoals jullie zien, zitten wij dus in de auto. Met Blue en met mijn man. Kijk, wie anders? Of ik heb hem aan de telefoon, of ik ben met hem weg. Dus ja, en we genieten er ook van. En wij brengen Blue dus nu eventjes naar het mogelijke, hopen we toch, haar nieuwe Forever Home. Maar dat gaan we inderdaad, wat we al zeiden, rustig gaan opbouwen. Ja. Hey Blue. Blue. Hi kid. Ben je mooi? En ze is zo rustig in de auto. Ze is zo rustig in de auto. Kun je weer zo meteen spelen met Shadow? Met Shadow spelen. Of ben je te moe om te spelen? Ja, die is te moe. Ja, nu nog. Ja, ja. En tot dat... Ja, dat wou ik net zeggen. Straks niet meer, nee. Dan is het... Hey, Shadow. Lang niet gezien. Leuk, ik kan weer spelen. Ja, dus. En wat ik al zei, net in de intro, wij gaan naar de drielandenpunt. Dus ook daar nemen we jullie gezellig in mee. Dus waarschijnlijk wordt dit een hele lange vlog. Dus dit wordt dan waarschijnlijk in twee delen gedaan. Dus, ja, maakt ook helemaal niet uit. Lekker. Deel 1 en deel 2 en misschien ook wel een deel 3. Wie zal het zeggen? Ik kan niet. Ik weet het niet. Nog niet. Pas later. Blue. Ja, nou, we zijn onderweg. Ja, gezellig. Jawel. Zonder Blue. Maar ja, ze heeft het goed nu. Lekker even bij Shadow. Ja. En ze wil lekker moe worden, dus we krijgen haar weer lekker moe terug. Scheelt ook weer. Dus, nee, we rijden dus nu richting Utrecht. Ja. We zijn nu bij Zoetermeer Centrum. Dat is ook leuk, Zoetermeer. Ja, dat is een Zoetermeer Centrum. Ook handig. Maar we gaan dus nu eerst richting Utrecht. En dan hopen we dat we er komen. Het is 2,5 uur rijden. Dus we hebben nog een mooie rit voor de boeg. Ja, mooi. Alleen inderdaad wat jullie zien. Lekker buitjes. Het zal het
en nou zet je in één keer je ding aan. Ja, ja. Voor wat? We maken even een pitstop hier bij het anker op de snelweg. Zo. En aan de overkant heb ik een Friesland Campina. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Daar, ja. Een Friesland Campina. En dan droog ik nu eventjes een plasje doen. Dan moet ik ook even een plasje doen. En dan is het nog, nou ja, dan ongeveer om 11 over 1 komen we aan. Het is nu, mag ik niet liegen. Het is nu bijna 12:45 in de middag. Dus ik denk ongeveer 12:45 komen we aan. Dus een mooie tijd. Dus ik wacht nog even op bro. En dan ga ik eventjes benen strekken. Ook nog even plasje doen. En dan gaan we weer die kant op. Dus gezellig. Wij gaan... naar de Wilhelminaberg. Dus dan ga ik lopen. Trap lopen. 508 treden heen. En 508 treden weer terug. En wij nemen jullie daar gewoon in mee. Want ik ga filmen de hele tijd. Dus ik, ik ben benieuwd hoe lang ik erover ga doen. Ja mensen, dit is mijn doel. Die top... daar te gaan bereiken. Dus ik neem jullie mee. En Ro is langzaam. Maar dat weten we ongeveer onder andere van hem. Dat hij langzaam is. Dus. Schat aan je collega. Dus, we gaan lopen. Ik weet niet hoe lang ik erover ga doen, maar... kijk, en daar hadden we dus ook nog een afvalbak. Ah, weten we dat dus ook. Nou mensen... ik ga zo meteen stoppen en dan ga ik pas beginnen als ik ga beginnen. Het is nu 1 minuut en 13 seconden, 14 seconden, 15. Dus ik wacht ook even op Ro. Want ik ga deze trappen klimmen mensen. Dit is een monstertrap. Een monster. Kijk. Kijk schat, 147 NAP. Oké. Dus. Lekker. Ja, mensen, ik ga even mijn opname stoppen. En dan ga ik opnieuw filmen. Zodat ik dan mooi weet hoe en wat en hoe lang ik erover doe. Dus bij 2 minuten ga ik stoppen en dan ga ik weer opnieuw opnemen. Ja, mensen, ik ga beginnen. We zijn onderweg naar de monsterlijke tocht naar boven. Het zijn 508 treden. Ro, alsjeblieft, niet doen. Nee. Want dan ga ik ook mee te rekenen en dan word ik ben nerveus van. Zo. En ik voel hem. Het is nu 159 NAP.
Dus ja. En hij doet het niet rustig. Ik wel. Dus weer 100. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb het nu al moeilijk mee. En met mijn knieën. Hallo, waar ben ik? Schat. Hij bent daar. Dat is mooi. En AP. Kijk. Ik doe het gewoon wel op mijn gemakje, mensen. Het zijn 508 treden. Een rol loopt voor mij, zoals jullie zien. Schat, kan je heel veel wachten? Ik wil even wat drinken. Kun je mijn camera ook even pakken? Daarbij. Kijk, even wat drinken pakken. En die hok. Ja. Eens kijken of we een mooi uitzicht nog hebben. Zeker. Ja, nog heel veel. En we gaan weer, mensen. En we gaan weer. U heeft een mooie conditie, mevrouw. Blijven oefenen. Huh? Blijven oefenen. Ja, nou, dit is voor mij de allereerste keer dat ik hier ben. En we komen helemaal vanuit Den Haag, dus... Ja, ik heb... Kijk, mensen, wat... Hè? Huh? Ja. We zijn op de helft. En ik doe er al... bijna 4 minuten over. Zo. Hoeveel? Ja. Nou, mijn knieën beginnen al even nu op dit moment te verzuren. Okay. Ja. Hoe hou je het uit? Hè? Huh? Hoe hou je het uit? Moeilijk. Oké. Okay. Ga je terug en dan weer naar boven? Nee. Mooi, hè? Ja, natuurlijk verder lopen. Ik wil gewoon die top halen. Mag ik een beetje beeld? En want dan had ik hier lekker een kontje erop. 300 treden nu. Ja, ja. Hi. We zijn er bijna. Ja. Yeah.
6 minuten bijna. Nee. We gaan nu naar de 7 minuten. Nog een halve minuut. Dan zitten we op en op de 7. Hij gaat alleen maar steiler, man, gek. God. En met 8 minuten wil ik boven zijn, mensen. Ik denk niet dat ik dat ga halen. 8 minuten aan me. Ga het gewoon proberen. Ik heb 150 mensen. Moedig mij dan even aan dan. Gaat helemaal boven op de top staan. Ga even. Yes. Ja. Binnen 8 minuten bijna. Ja. 8:57. Ja, lieve mensen. We hebben Blue weer in de auto. We hebben haar weer opgehaald. Ja. Ze is a back en Becky af. Hé, hey, meisje. Ja, ze is moe. Laten we vooral even kijken. Ja, voor het verkeer. En het verkeer is geen oude heer. Nee, ook dat niet. Nop. Kijk naar je zin gaat, wijfje. Ja, ze is moe. Hé, Blue. Ja. Maar bij deze wil ik jullie gelijk bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie onder, achter, in de comments. En dan zien we jullie morgen weer terug. Dan zou ik zeggen, dankjewel.